Yes, mijn naam is Voort. Vandaag ben ik weer in Toverland. Een paar weken geleden ben ik hier al geweest, maar toen was ik hier een kort bezoekje, dus heb ik niet veel gefilmd. En vandaag probeer ik toch wel wat meer te filmen. Het weer ziet er een beetje wisselvallig uit, dus ik hoop dat het droog blijft, lekker weer wordt. Maar jullie gaan het zien. Wat direct opvalt na de sluiting van het park is eigenlijk wel het water in Pot Laguna. Dat ziet er eigenlijk weer kraakhelder uit en heel mooi. Het schijnt dat ze de vloer ook opnieuw geverfd hebben. En het ziet er nou echt bijna uit als een koraal als het ware. Dus dat is wel echt een mooie verbetering na de sluiting. Nou, mocht je nou ooit in de toiletten zijn bij Pot Laguna hier. En je gaat je handen wassen als je hier bij die kraan staat. En je denkt van, hij doet het niet. Een leuk weetje, de sensor van deze kraan, die zit nergens hier beneden, die zit verstopt. Die zie je namelijk ook niet. Want waar zit die sensor? Die sensor die zit hier boven in het hout. En als je dan je hand ervoor houdt, gaat die aan. Dus dat is een stukje magie. Nog een leuk weetje hier in Pot Laguna. Ik sta hier nu voor de EHBO-post. En ik weet niet of het jullie wel eens opgevallen is, maar als je naar de EHBO-post kijkt, hierboven... Daar zie je oranje kruisen, een kruis van de EHBO-post. Hier in Mundo Magica in Pot Laguna, daar verkopen ze nu ook de oude beugels en schilden van Troy. Sinds vandaag hebben ze ook nieuwe mokken in de Mundo Magica in Pot Laguna. Eentje met Discover Your Own Magic, de slogan van Toverland. En er is ook een andere mok met daarop Ivy. Ja, nieuw dit seizoen is Explorica Magica. Of nou ja, nieuw. Het is eigenlijk al sinds de opening van Pot Laguna en Avalon 2 jaar geleden. Maar wat er nieuw is dit jaar is dat je het eigenlijk min of meer gratis kan doen. Je betaalt eenmalig borg en dan kun je de effecten in Pot Laguna kan je uitproberen. Yes, en vandaag ben ik ook niet alleen in Toverland. Nee, ik ben hier samen met Stefan. Hi. Dat kennen jullie wellicht uit de Europa Park video die we eerder hebben opgenomen. Je kan hem natuurlijk ook volgen op Instagram en op YouTube onder de naam Basius, dus ga dat ook zeker even doen. Yes, we gaan de dag vandaag beginnen op de houten achtbaan, misschien wel mijn favoriete houten achtbaan, Troy namelijk. Hij is afgelopen winter is natuurlijk geretrackt. Ik heb hem al verschillende keren mogen doen en hij gaat weer lekker soepel. Sinds vandaag heeft de Boosterbike ook een nieuwe trein op de baan staan. Het is niet heel veel verschil met de oude trein. Alleen op de voorkant die is eigenlijk aangepast. De ogen zien er wat anders uit en er staat een logo op van Toverland. Toverland heeft ook aangegeven dat ze de oude trein nog ook wel zullen gebruiken. En dat ze hem vooral zullen gebruiken als onderhoud uitgevoerd gaat worden. Dat ze dan altijd wel dat de Boosterbike wel operationeel kan blijven. Het kletterparcours hier in Toverland zal dit seizoen dicht blijven vanwege de coronamaatregelen. Daar is 1,5 meter afstand houden niet mogelijk. Dat is eigenlijk wel jammer, want het is altijd best leuk om te doen. Het is tijd voor een rondje in Dwervenwind. Normaal ben ik niet zo fan van spinning coasters, maar deze vind ik oprecht echt leuk. Hij is niet heel erg lang, maar hij spint wel lekker, dus ik heb er wel zin in. En nu met al deze coronamaatregelen is het zo dat de coaches van de Dwervenwind voor de helft gevuld zijn. Dat maakt het natuurlijk ook dat de Dwervenwind veel harder spint nu als anders. En dat is best wel tof eigenlijk. Ook nieuw dit seizoen in Toverland is de Spirello car. Waar ze Spirello verkopen. Die is te vinden tussen de Magische Vallei en Avalon. En daar hebben ze ook een speciale Spirello met kaassaus namelijk. Hij is vandaag helaas gesloten, dus ik kon die helaas niet uitproberen. Maar dat wordt hem zeker volgende keer.
laatste, dat was een rondje Django River. Mm-hmm. Wat opviel is dat ik vandaag behoorlijk nat ben geworden voor Django River. Normaal gesproken word je hier eigenlijk niet zo nat in. Voor meestal een paar spetters, maar nu kregen we toch een flinke laag water de boot binnen. Maar ja, gelukkig schijnt de zon, dus dat zal wel snel opgedroogd zijn. Yes, het misschien wel het mooiste gebied van Toverland, Avalon, met op de achtergrond Phoenix, een van de betere achtbanen in Nederland. En we gaan zo even een ritje maken in Phoenix. Yes, het was weer een dagje in Toverland. Weer genoten van alle leuke attracties hier. Vond je dit een leuke video? Doe even een duim omhoog. Abonneer ook even op mijn kanaal, want binnenkort ga ik weer naar de andere pretparken. En dan ben ik ook weer van plan om een video op te nemen. En ik zie jullie in ieder geval in de volgende video weer. Doei!